Hallo mensen, ik ben Max en vandaag gaan we weer tot de Max bij een nieuwe aflevering van Hoe Maak Je? En in deze aflevering de techniek van Express Plan Formatting. Oké, we gaan beginnen bij het kijken bij het station, wat voor techniek we hier hebben. Zoals bijna altijd hebben we hier in het midden een train station sign. Ja, dat hoef ik verder denk ik niet meer uit te leggen waarom dat zo is. Aan de zijkant hebben we een wireless redstone receiver met X_start, wat dus het startsignaal doorgeeft. Dan hebben we aan de linkerkant het beugelsysteem die de beugels juist open doet. Ja, kan je nu niet zien, maar dit is beugel open. Zie je ook met player exit true. Kunnen mensen dus uitstappen. En block changer 0 die de trapdoor weghaalt. Geeft dus aan dat het voor beugels open is. En aan de andere kant hebben we dus juist voor X beugel dicht. Ook een wireless redstone receiver die de property player exit false. Dus dat de bezoekers niet uit kunnen stappen. Activeert en hier de trapdoor plaatst. En dan hebben we hiernaast nog voor de zekerheid een max speed setter van, of die naar 0,1 zet en dat hij niet vertraagt. Dus een slowdown false property sign. Dan hier de meest simpele redstone command toggles, zeg maar. Waarvan we op via signlink, dus zo heet het programma trouwens. Nee, dit is trouwens niet signlink, de server sign, sorry. met de plugin server signs. De signs kunnen activeren zodat we de redstone kunnen gebruiken. Zeg maar dat je op de sign kan klikken voor redstone. Tevens kun je dus ook met signlink, dat is die de plugin waarmee je dus de tekstjes kan laten veranderen van open, gesloten en zo. Dat heb ik allemaal niet even in deze tutorial. Maar die kan je dus er ook bij gebruiken. Ik heb hier ook nog even geen bloksysteem, want dat gaat best wel veel tijd namelijk innemen. Want ik wil namelijk heel veel tijd gebruiken voor het uitleggen van het lanceersysteem. Want dat is toch wel het belangrijkste bij de Express. Dus, we gaan hier even heel snel doorheen. We hebben een redstone command met x beugels. Er zit dus geen command block boven, dus hij is togglebaar. Dan activeert hij dit signaal, deactiveert hij dit signaal. De ene is voor dicht, de andere is voor open. We hebben hier dus een redstone command signaal met x_start. Deze command block deactiveert hij meteen. Hier WRT x start, die geeft het signaal door. Hetzelfde geldt voor de inrangeren. Het inrangeren zit namelijk hier. Gaan we even heel kort naartoe. Dit signaal, of dit wireless redstone signaal, activeert deze sign die 10 minecart spawnt. Die spawnen dan zeg maar zo hiernaast. Dus niet over het randje heen, maar gewoon er netjes naast. Dan hebben we een cart station die ze meteen vooruit laat duwen. Want als je dat niet zou doen, dan blijven ze stilstaan. Dus je wilt ze natuurlijk wel vooruit hebben. En dan hebben we hier ook een property max speed sign die de snelheid verzorgt. Dan hebben we dus hier naast, dit was inrangeren, dan hebben we hier dus weer een toggelbaar poortjes. En in plaats van dat je fancy gates gebruikt, gebruik je bij Express hier iron doors. Want dat is namelijk net echt ook zo. Of het ijzeren deuren zijn, dat weet ik, ja volgens mij wel. Het zijn in ieder geval deuren, geen poortjes of hekjes. Dan komen we dus nu aan bij het lanceergedeelte. En het lanceergedeelte is natuurlijk altijd wel het hartstikke leuks, want het is natuurlijk uniek aan de Express. Tenminste, in Walibi dan, want er is geen andere lanceerachtbaan in Walibi. Maar dit is natuurlijk een LSM lancering. Wat er dus inhoudt dat je meestal sta je dus zeg maar stil voordat je gaat lanceren. Sterker nog, Express gaat een klein stukje terug. Een soort van catapult effect of zo. Geen idee wat er precies achter zit. Dat moet je aan VKoma vragen, niet aan mij. Maar hoe gaan we het in Minecraft maken? Nou, we gaan het zo doen. Op het moment dat de trein start, rolt er hier gezellig overheen. Dan komt op deze train detector langs. En dan activeert hij redstone command on x launch 0. Waarom bij 0? Nou, omdat ik deze later heb toegevoegd dan 1. Dus ik heb hem even 0 genoemd. Bij 0. 0 die staat hier. En die activeert een... Hier? Oh shit. Die activeert een wireless redstone transmitter. Die ook x_launch_0 heet. En deze activeert deze twee redstone lijnen, zeg maar. Waarom nou twee? Nou, dit is een statische card station sign. En als je dus niks ermee gaat doen, komt de trein dus hier stil te staan. Maar dat willen we niet. We willen namelijk dat hij eerst nog even doorrijdt
tot de volgende... spoiler, er is er nog één. Maar tot de volgende card stations zijn. Want dat is in het echt ook zo. Hij gaat niet vlak voor de bocht, komt hij stil te staan. Dat is even een heel stukje verder. Dat is zeg maar dat achterste karretje ook die bocht uit is. Als je meer stil laat zitten, dan blijft die achterste nog in station hangen. Moet het niet hebben. Dus als je deze hier in het midden activeert, dan activeert hij deze en deze. Waardoor hij dus deze sign, zeg maar, hoe noem je dat? Uitschakelt. Dus er kan niks mee gebeuren. Dus de trein die gaat er gewoon langs. Die skipt deze sign. Die skipt ook deze property max speed sign. Het is namelijk de max speed die we instellen op het moment dat we willen gaan lanceren. Als je die niet inzet, dan gaat hij dus lanceren met een snelheid van 0,1. En dat is pittig weinig. We willen het namelijk niet hebben. Maar we willen ook niet dat hij hem nu al krijgt. Dus vandaar dat hij geen uitroepteken heeft. En dat hij dus later wordt geactiveerd door dit resto signaal. De trein komt er dus langs. Die komt hier zo gezellig langs. Dan komt hij over deze detector. Wat deze detector doet, hij activeert twee command blocks. Waarom de ene nou net een andere... Oh, wacht, nee, ik weet het al. Hij staat andersom. Oké, weten we dat ook weer. De ene activeert RSC on X Lounge 1. Dus het Redstone Command kanaal X Lounge 1. En de andere deactiveert dat X Lounge 0. Want die hebben we dus op dit moment niet meer nodig. Wat X Lounge 1 activeert, dat is... Moet ik even... Kijk, waar heb ik de sign verstopt? Waar heb ik die sign verstopt? Nou goed, er is dus ergens een Redstone Command sign. Oh, hier staat hij. Ik was hem al kwijt. Ik was je al kwijt. Oké. Hij activeert dus twee dingen. Eén is hier een wireless Redstone transmitter van X Lounge 1. X Lounge 1 zet deze aan. Dus dat is deze alleen. En hij zet deze aan. Dus dat is deze alleen. Wat het namelijk doet, is bij deze zet hij dit kanaal aan. Dus hij zet hier in feite, zeg maar, een soort van torch neer. Oh, dat was... professioneel dit. Nee, maar wat hij dus doet, hij zet hier dus een torch neer. Waardoor dus van deze kant de card station zijn wordt geactiveerd. Dus na 8 seconden gaat hij die kant op. Want we willen namelijk dat hij even een stukje terug gaat. Dus na 8 seconden gaat hij dus helemaal zo langzaam terug. Vandaar die 10 ook. Als ik achter de station 1 had gezet, dan ging hij best snel. Maar we willen hem langzaam naar achter laten komen. Deze staat natuurlijk ook aan. Dit restonstuk staat natuurlijk ook aan. Dus dat zorgt ervoor dat de trein na 3 seconden weer vooruit gaat. Hij houdt hem dus helemaal vast voor 3 seconden en dan gaat hij weer vooruit. Als ik die uitzet, gebeurt er na 3 seconden nog steeds niks. Dan blijft hij stilstaan. Als ze nog allebei aanstaan, dan rolt hij gewoon helemaal terug naar het station. Dus dat moeten we ook niet hebben. We hebben hem hier gewoon, zeg maar, aanstaan. Waardoor wordt hij vast, wordt de achterste kaartje vastgehouden. Dat is het fijne als je card station gebruikt en niet train station. Want dan hoef je niet rekening te houden met het midden van de trein. Als je een card station gebruikt, staat hij en heel snel stil. Wat een beetje realistisch is vergeleken met hoe het in express gaat. En je hebt dus ook wat meer ruimte voor allemaal dergelijke dingen. Dus card station gebruiken, echt een aanrader. Goed, hebben we dus die staan. Die is geactiveerd. Dan gaat hij over 3 seconden wordt gelanceerd. Maar, dat zul je het al merken, dan gaat deze dus aan. Maar dan staat deze dus ook weer aan, dus dan komt hij weer heel stil te staan. En dan gaat hij weer achteruit en weer vooruit en achteruit en vooruit. En dan gaat hij constant maar door en dan houdt het niet op en dan implodeert het heelal. Dus, wat we ervoor hebben geregeld is dit tweede stukje. Dat is echt timingwerk. Er is zover, ik weet niet heel veel, een makkelijke manier. Ja, je kan met Craftbook gaan werken, maar volgens mij is die nog niet compatible met Minecraft 8.11. Dus die plugin werkt nog niet. Dus oldschool redstone repeaters doen het werk ook. Op het moment dat dus de detector rail aangaat en dit wordt geactiveerd, gaat deze helemaal zo lopen. Dit is ongeveer het moment, zeg maar, waar de trein aan stil komt te staan bij de tweede card station. Dus dan activeert hij wireless redstone transmitter X Lounge Speed. Nou, je kan al raden wat dat doet. Hij stelt deze snelheid in op de lanceersnelheid. Ja. Oké, dus op het moment dat hij stilstaat, dan krijgt hij, zeg maar, de opdracht om zijn snelheid te verhogen. Zijn maximale snelheid te verhogen. Zodat hij dat niet doet terwijl hij achteruit rolt. Want dan knal je dus in één keer kaart naar achter met, laten we zeggen, 90 km per uur. Dat is ook niet heel realistisch. Dus dat doet hij. Maar dan gaat hij hier nog ook eens door. Hier activeert hij Wireless Redstone Transmitter X Lounge 2. Wat X Lounge 2 doet, is die activeert... Oh ja, wacht even, deze kant. Hij activeert deze. Dus dat is hetzelfde geval als wat we in het begin deden. Als de trein, zeg maar, vanaf de eerste of de voorste card station naar voren gaat voor de lancering, deactiveren we dus deze sign, waardoor die dus niet hier stil komt te staan.
Dat is wat deze doet. En daarna hebben we ook nog eens een redstone command die alles werven netjes uitzet. Zodat we kunnen resetten voor de volgende trein. En dat ga ik jullie nu eventjes van buitenaf laten zien. Zodat ik jullie even een idee krijg. Dat we doen ergens. Nou, laten we eerst even met poortjes kijken. Heel voor dat liggen, maar RSC, ik, poortjes. Open, dicht, zoals je verwacht. En hier ook, beugels, dicht, open, gaan we hem even dicht. En dan gaan we even hier doorheen en dan gaan we naar buiten. RCX start. Nou, hij komt aangerold, dan activeert hij dus deze. Wat dus deze twee hiernaast activeert, waardoor hij dus, zie je? Dus nu gebeurt er niks, kan hij er gewoon overheen rollen. Hij rijdt gewoon door, tot hij daar komt. Dan wordt deze geactiveerd en dan komt hij stil te staan. Zo. Deze loopt natuurlijk door. Na 8 seconden gaat deze achteruit tot hier deze sign. Je ziet ook dat deze nu uit is en dan is deze aan, zodat hij hem vasthoudt. Zo, dan staat hij stil. Deze zet hij dus nu weer uit. Hij krijgt nu zijn snelheid door. En dan wordt hij gelanceerd en wiee, daar gaat hij. Zou ik nog even uitleggen wat deze piston hier doet? Hij gaat natuurlijk een tweede keer over de detector rail heen. En als ik deze piston niet zou plaatsen, wat hij hier dus blijkbaar alsnog doet, maar goed, dat is niet heel belangrijk, dan activeert hij het hele kanaal dus zeg maar nog een keer. Dus dan moet je nog langer wachten voordat je een trein kan vertrekken. Verder gebeurt er niet, verder niks ernstig mee, want er staat geen trein, dus niks heel bijzonders. Maar dat is dus wat dat doet. Hij zou ervoor moeten zorgen dat hij dus een tweede keer zeg maar niet het hele kanaal langs gaat. Maar volgens mij doet hij dat toch. Maar hey, geeft niet. Ik bedoel dat altijd ruimte voor verbetering. Wat je verder nog kan doen is overal die max speed signs neerzetten. Dat een beetje de snelheid realistisch blijft. Maar wat ik veel zie is, volgens mij zijn er een hele hoop mensen die een keer de express hebben nagemaakt. Die zetten hem nog best langzaam. Maar je moet even onthouden. Deze achtbaan is 1. Best ruim gebouwd. Tenminste in Minecraft dan in het echt is je best compact. Maar dat komt omdat al om de rails en dergelijke allemaal gewoon veel groter is. Ik bedoel, in feite zit je dus met 1 persoon zeg maar naast elkaar. Dus gewoon in je eentje. En in het echt zijn dat er 2. Dus is alles ook een stuk breder. Maar 2. De baan is bijna 1 kilometer lang. En je gaat er met 90 km per uur doorheen. Op zijn snelst dan. Dus hier is dat een beetje lastig om je in te beelden, maar je mag het dus best met een flink tempo zeg maar doorheen laten gaan. Want anders gaat hij namelijk best langzaam en dan is het dus weer niet realistisch. Ja, oké, nou dan komen we dus hier weer terecht. Hier heb je trouwens remmen. Heel simpel gedaan met een train station die hem heel kort stilzet. En dan hier weer een property sign. En ja, verder niet heel bijzonder. En dan zijn we weer in het station. Dan is het enige wat we nog moeten doen, is een ritje maken. Dus ik ga er snel in zitten. En dan gaan we hem nog een keer laten starten. Nou, hier zou je dus bijvoorbeeld met een audio client of dergelijke. Of een audio server, ik weet niet hoe dat tegenwoordig heet. Het geluidje van de Express Lounge kunnen afspelen. Lichten heb ik hier niet uitgelegd, omdat het toch iets is wat je, denk ik, het beste zelf kan doen. Het is namelijk niet echt heel erg train cars techniek en dergelijke. Dat is namelijk gewoon redstone repeaters en redstone torches of redstone lamps. Dat heet het aan, uit, aan, uit. Is niet heel erg bijzonder. We staan trouwens stil. We gaan een stukje naar achter. Hier zie je ook nog eens extra wat er allemaal gebeurt. En wee! We gaan weer gelanceerd worden. Nog een ander dingetje trouwens. Nog even over wat betreft de lanceren. Oh, hier is trouwens de mooie Sea Serpent Roll. Oh, ik vind dat zo'n leuke inversie. Ik weet niet waarom, maar ik ben er echt fan van. Zou net als Zero G Rolls. Nee, ik denk dat toch de Zero G Roll mijn favoriete element is. Maar dat even terzijde. Met de lancering, wat heel veel mensen doen, is die de card station sign, die echt de lancering regelt, dus dat hij echt op zijn hart gaat, die zitten hem dan zo kort mogelijk. Dat hij dus echt super snel, echt als een raket die afgeschoten wordt, of beter misschien een kogel die afgeschoten wordt, zetten ze die zeg maar zo de snelheid. Dus dat betekent dat hij echt binnen 0,5 seconden, om even wat te noemen, zit hij al op 90 km per uur. Dat is echt totaal niet realistisch. Dat zit echt ook niet. Dat zou nou betekenen dat je iets van, weet ik veel, 20G of zo ervaart tijdens de lancering. Dat kan een mens gewoon niet hebben. Dus vandaar, ik heb hem ook wat langzamer gezet. Zodat hij echt dat hele traject, wat hij normaal af moet leggen, gebruikt om op zijn snelheid te komen. Net als in het echt.
Nou, we hebben dus net de mid-course break one en dergelijke gehad. We gaan in het laatste stukje, zeg maar zo, richting het station. Ik heb dat water ook nog niet helemaal gemaakt, bedenk ik nu, maar dat kunnen jullie denk ik zelf al. Beetje world edit. En dan zijn we dus hier bij het einde. En dan worden we heel kort stilgezet. En dan gaan we alweer door naar het station. En ja, dat was eigenlijk de basistechniek van de Express al. Het is voornamelijk die lancering dat even extra aandacht nodig heeft. Maar dat is natuurlijk wel echt het belangrijkste moment van de hele achtbaan natuurlijk. Want iedereen heeft het natuurlijk over de lancering. En ik ben echt een ongelofelijke fan van launch coasters. Dat is echt heel, heel vet. Ik vind dat altijd heel vet. Dan gaan we even de beugels open doen. RSCX beugels. Fijn, kunnen we ook uitstappen. En dan was dit dus al de video. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar deze video. Als je het een leuke video vond, laat dan even een blauw duimpje omhoog achter. En abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie volgende week weer bij een nieuwe achtbaan.